Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. We beginnen met het nieuws over het tropische orkaan Maria. Maria ligt op dit moment in het Caribisch gebied, trekt bijna over de eerste eilanden, over Guadeloupe, en uh, gaat voor zeer slecht weer zorgen. Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten krijgen er ook mee te maken. Dat gebeurt morgen en het gaat ook daarvoor veel wind en veel regen zorgen. Maar de berichten, de verwachtingen zijn eigenlijk best positief, want het lijkt erop dat Maria net zuid van de eilanden langs. Over Puerto Rico gaat. Dus Puerto Rico krijgt de volle laag. Guadeloupe en omgeving krijgen de volle laag. Maar Saba en Sint-Eustatius, daar lijkt het mee te vallen. Als de verwachting van dit moment natuurlijk gewoon zo blijft staan. Wel veel regen, ook gewoon een forse wind. Misschien zelfs wel even windkracht 12. Maar de categorie 3-winden, windsnelheden van boven de 200 km per uur, die lijken de Nederlandse Antilles te gaan missen. Nou, dat weten we morgen. Dan uh, gaan we het allemaal live volgen op onze website. We gaan nu gewoon naar de situatie in Nederland. Vandaag hadden we te maken met uh, behoorlijk wat buien en wolken. En als je goed naar deze animatie kijkt, dan zie je dat de boel een beetje ronddraait rondom Nederland. Er lag een lager drukgebied precies boven het land. En dat zorgde voor uh, ten eerste heel weinig wind. En ten tweede voor een continue aanvoer van die buien vanaf de Noordzee. Stevige buien waren dat vanavond en vannacht al. En ook uh, vanmiddag waren het uh, forse buien. Maar dan vooral landinwaarts. Af en toe zelfs met onweer en hagel. Vanavond verwacht ik dat de buigheid langzaam gaat afnemen. Vooral in het binnenland wordt het dan op de meeste plaatsen droog. Aan zee blijft nog wel een bui mogelijk. En in de nachtelijke uren verwacht ik dan behoorlijk wat mist. De grond is immers behoorlijk vochtig door al die regen. En bij temperaturen tussen de 4 en de 7 graden zou het zomaar eens dichte mist kunnen worden, waar het verkeer ook last van heeft. Dus in de loop van de nacht en morgen vroeg in de ochtendspits in het binnenland rekening houden met mistbanken kan het voor een iets langere reistijd zorgen. Langs de westkust liggen de minima niet zo laag, rond de 10 graden. Daar blijft vannacht nog een enkele bui mogelijk en daar verwacht ik dus geen mist. Dan morgen overdag, nou die buitjes in het westen, die blijven gewoon vrolijk doorgaan. In het binnenland eerst nog droog weer met die mist, in de loop van de ochtend lost de mist op en dan krijgen we daar wisselende bewolking, heel af en toe zon. En met het oplopen van de temperatuur neemt ook in het binnenland morgen later op de dag de kans op een bui weer toe. Als je het nou vergelijkt met vandaag, dan hebben we wel morgen minder buien en ze zijn ook minder zwaar. Er is bijvoorbeeld ook geen kans op onweer. Temperaturen ongeveer hetzelfde, rond de 16 à 17 graden en de wind houdt zich nog steeds rustig. Windkracht 1 tot 3. Dan verder vooruit kijken. Nou, dat ziet er best aardig uit. Maar dan vergelijken we het natuurlijk wel met het slechte weer van de afgelopen dagen. Woensdag gaat de luchtdruk stijgen. Dat betekent dat de buien die in de ochtend nog vallen, in de middag naar Duitsland worden weggedrukt. En dan krijgen we meer ruimte voor de zon. Temperaturen blijven wel hetzelfde. Het is ook rustig weer. Donderdag draait de wind naar het zuiden. En dan kan de temperatuur een graadje winst boeken. Vrijdag wind uit het zuidoosten. En ook dan kan er misschien weer hier en daar een graadje bij komen. Nou, daar zitten we op 18 en 19 graden. En dat zijn normale waarden voor deze tijd van september. Donderdag en vrijdag waarschijnlijk overal droog weer, weinig wind, afwisseling van zon en wolken. Dus helemaal geen slecht weer. Maar om nou te zeggen dat het echt de nazomer losbarst, dat is dan ook weer te veel van het goede. En houden we die positieve ontwikkelingen vast? Nou, hier zie je de kans op regen voorlopig. Nou, die is uh, behoorlijk klein. In het weekend uh, komt er misschien weer een, een klein hobbeltje omhoog. Maar dat is echt een ini-mini. Dus uh, zondag misschien een paar buien. En daarna pas in de loop van volgende week weer een toename van de kans op buien. Dus de meeste nattigheid hebben we verlopen gehad. Wat betekent dat dan voor de temperatuur? Nou, die kabbelt natuurlijk wat heen en weer. Maar algemeen kun je zeggen dat de middagtemperatuur toch een stijgende lijn laat zien. Het gaat wel graadje voor graadje, dus in de loop van volgende week wordt de kans op 20 graden en wat meer weer wat groter. Misschien dat we dan het woordje nazomer wel in de mond kunnen nemen, maar tot aan het weekend blijft het toch frisjes tot normaal voor de tijd van het jaar. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.